Ze hadden niet wat ik wilde in de blokkaart. Dan ga ik in de auto. Hey, en wat er nu gebeurt, ja, dat doe ik expres. Het is vrijdag en ik ga even douchen. Ik kan niet mijn haar wassen vandaag. Ik hoop dat ik het zondag pas hoef te wassen, dat dat lukt. Want dan is het gelijk voor school schoon, want ik heb echt een hekel aan de haast in de ochtend om mijn haar te wassen. En 's avonds vind ik ook niet fijn. Dus ik ga nu even gaan douchen en me aankleden en opmaken. En dan ga ik zo met ze even naar Monkey Town. Dat wil ze al heel de tijd heel graag. Alleen, ze wilde heel graag met een vriendinnetje, maar ja, bijna iedereen is op vakantie en weg. Dus dat schiet niet echt op, dus we gaan gewoon even lekker met z'n tweetjes. Ik ben weer aangekleed en opgemaakt. Ik vind mijn make-up alleen niet heel mooi zitten, maar het kan ook aan het licht liggen. Ik heb deze trui aan, die heb ik gisteren laten zien. Die is van Warehouse, Benetton, skinny jeans en mijn Vagabond laarsjes. En, oh, ik moet nog even oorbellen in doen. En dan gaan we naar Monkey Town. Ik neem lekker even mijn boek mee ook trouwens. Want ik kom net aan lees toe. En gisteren had ik het in mijn mama groepje nog op de app erover. Ik ben al echt 1,5 jaar met dat boek bezig. Ik heb het nog steeds niet uit. Het is geen dun boek. Maar het is, wat had ik nou gekeken, 550 bladzijden. Maar toch 1,5 jaar. En vroeger las ik echt gewoon 3 dat soort boeken in de week. Dus dat is nogal een verschil. En ik wil hem echt graag uitlezen, want het is wel echt een mega goed boek. En als jullie de vlogs terugkijken, hebben jullie wel een paar keer gezien dat ik in de meter zat of weg was dat ik hem pakte. Maar ja, ik krijg hem gewoon niet uit. En het is dus niet het boek dat het slecht is, maar gewoon, kom er niet toe. Want ik heb zelf beloofd, als jullie me horen, om 1 keer van de steile glijbaan af te gaan. Dus ik ben weer overal tussendoor te klimmen. Ga maar mop, anders kan ik ook niet. Nee, mijn armband is kapot, zie je het? Oh jeetje. Ah, ik ga je zo met de hele. Echt, ik word hier echt te oud voor en te groot. Die gaten zijn gewoon klein. Oh, ben je er? Jij bent er al. Ja, oh. Tussen al die kinderen. Maar goed, we doen het. Dat doen we altijd. We doen altijd wel even 1 keertje even samen glijden. En we gaan wel van de allerstelste. Dus dat houdt het dan wel weer leuk. 3, 2, 1. Woehoe! Woehoe! Nog een keer? We zijn weer onderweg. We zijn vanuit Monkey Town heel even snel thuis geweest. En volgens Sarah een uurtje. Ja, een half uurtje. Zeggen ze ook in mama het een uurtje, maar het was een half uurtje even de was opgehangen en zo. Dus nu onderweg naar zwemles. Ze heeft totaal geen zin, want die heeft natuurlijk dit is vakantie. Ja, zwemles is alleen in de. Je hoort toch niet gaan zwemmen? Ja hoor, heel vaak wel. Alleen bij deze is het in de kerstvakantie en in de zomervakantie niet. En sommige zwemscholen zijn er gewoon mogelijkheden om ook in die vakanties, vaak op andere tijden, maar wel om dan te zwemmen. Zwemles ging goed. We gaan nu even snel naar de blokker. Ik ga nog even kijken of ze nu wel een wasrekje hebben. Ja, het is echt hartstikke. Ja, het is echt zo koud. Het is ijzig en het waait en het regent en het blokkert. Maar goed, het blijft lachen. Ze hadden niet wat ik wilde in de blokker. Dan ga ik in de auto. Hey, en wat er nu gebeurt, ja, dat doe ik expres. Ik wil dus instappen in de regen en ik heb mijn schoen gewoon vastgezet. Echt. Kijk, oh, dat zie je bijna niet. Mijn hak zit gewoon achter het plastic vast. Ik heb mijn voet eruit, zie je het zo? Mijn schoen zit gewoon daar nu vast. Ik weet niet of je het ziet. Je moet hem wel losmaken. Ja, maar echt, hoe dan? Dit is echt weer een actie die echt alleen ik kan hebben. Dat heb ik echt nog nooit eerder gehad. Oh, met een lampje. Kijk, mijn lekker blaadjes ook meegenomen. Hij zit gewoon vast. En ik wilde hem eruit trekken. Ik heb gewoon mijn schoen uit. Die heel moeilijk uitgaan. Ik kom er gewoon niet bij. Ik krijg hem er echt niet uit. Nou, dit is echt. Hij zit gewoon vast.
En nou, echt. Ah, ik heb mijn schoen. Eindelijk, hè? Ik heb hem. Ik heb hem. Hoe dan dit? Echt. Nou. Ik heb net al snel geëdit. Die vlog zat erin. En toen bedacht ik, ik wil lekker een maskertje op doen. Dus ik heb mijn make-up al helemaal eraf gehaald. En toen bedacht ik me, ik heb al die dingen allemaal, dit is wat ik allemaal kon vinden, allemaal los in mijn lades boven liggen. Maar dat vond ik een beetje troep. En toen bedacht ik me dat ik deze heb. Deze is van mijn oma geweest. Daarom kan ik hem eigenlijk ook niet wegdoen. En eerst had ik zoiets, ja, ga ik die bewaren of niet? Maar ja, toen na die inbraak had ik echt helemaal zoiets van, nou, die wil ik niet wegdoen. Dus ik ga daar nu mijn maskertjes, maar ik heb ook van die neusstrips en zo. Die ga ik allemaal hier, denk ik, in bewaren. Even kijken of dat goed. Dan kan ik het misschien er allemaal mooi inzetten. En dan heeft dat, zeg maar, een plekje. Dat vond ik wel een goed idee. Kijk, dit kan misschien wel zo. Want dit soort dingen zitten vaak, ja, zie je, dat zit dan toch alweer verpakt. En dan geeft dat een stuk minder rommel. Dat vond ik een heel goed idee van mijzelf. Dit zit ook, ja, ook allemaal verpakt. Dan kunnen die losse doosjes daarvan ook weer allemaal weg. En dan hangt dat hopelijk best wel af. Ik heb best wel veel van dat. Ja, maskers niet zoveel meer, maar allemaal van die andere strips. Dit zijn oogpads. Ik weet eigenlijk niet wat het doel is. Ik snap wel dat ze op je ogen moeten, maar wat ze dan doen. Misschien doe ik die wel. Even kijken nog op het doosje. Wat de bedoeling is van deze pads. Die de huid verfrist en glad maakt. Zou het anti-rimpel zijn? Ik haat dat ik langzaam steeds meer rimpels krijg. Dat vind ik niet fijn. Kijken, hoe ga ik dit erin zetten? Oh, nou heb ik gelijk helemaal zin om nog meer maskertjes en zo te kopen. Want dan zie ik dat ik eigenlijk best wel veel kwijt kan hierin. En dat ik niet meer zoveel maskertjes heb. Ik had ook heel veel in tubes en zo. Maar ik vind tegenwoordig eigenlijk dat ik altijd peel af en sheetmaskers gebruik. Want die vind ik 10 keer fijner dan het eraf halen zelf. Daar heb ik gewoon echt een hekel aan. En die waren allemaal dus gewoon eraf te halen. Dus ja, ik heb daar volgens mij nog wel van liggen. Misschien dat ik die tubes dan ook hierin doe. Maar ik vind dit wel echt heel fijn. En ik heb nou echt zin om nu 100 maskers te gaan kopen. Want nu is het kistje echt leeg. Het leek best wel veel, maar zo dus gewoon niet meer. Kijk, het is weer zo donker, maar dit zijn peel-off masks. Dat zijn die glitters. Daar heb ik nog 3 gewone. Dit zijn allebei neusstrips en dit zijn die oogstrips dan. En dit is ook nog een peel-off mask. Maar nu heb ik dus echt mega veel ruimte hier nog in. Dus eigenlijk wil ik dit dan nu ook vol hebben. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het er zo in heb. Want ik vind het wel heel netjes en overzichtelijk. En ik heb dus voor nu besloten dat ik die oogpads ga doen in plaats van een masker. Op zich is mijn huid rondom mijn ogen ook best wel droog. Ondanks dat ik het heel goed smeer. Maar ja, dat is de winter. Dus ik ben benieuwd. Het zijn deze pads. En die moeten er zo een half uurtje op. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik gebruik even mijn camera als spiegel. Oh, die zijn echt heel koud, voelt het aan als je ze opdoet. Oh, het warmt wel gelijk. Mij zit hij net iets te dicht aan mijn oog. Ik had het ook eigenlijk gewoon in de badkamer moeten doen, maar ik had weer geen zin om boven te blijven. Terwijl ik echt gewoon naar boven ben gegaan om het te pakken. Deze is beter. Iets verder. Zo. Nou, ik ben echt mega benieuwd. Ik heb ze nu lang genoeg opgehad. Ze gaan echt heel makkelijk af. Benieuwd wat het met mijn huid
heeft gedaan. Oh, het voelt wel heel glad. Kijk hoor. Als ik naar Peter de licht ga. Als ik echt onder de lamp ga staan. Het voelt wel echt heel mooi glad. Hopen, want ik heb altijd dat zo snel je donker en dik is. Dus ik ben benieuwd hoe dat er morgen is. En toen bedacht ik me dat ik deze nog heb gekregen. En ik ben wel heel benieuwd, want ik heb nog iets van Laplace op. Maar lekker chocola met karamelzeezout. Ik heb net besloten dat ik geen zin had om op de BankTV te gaan kijken. Mijn make-up had ik eraf, dus ik heb mijn gezicht nog even extra gewassen. En ik doe mijn pyjama aan en ik ga lekker vast in mijn bed liggen. En dat doe ik eigenlijk nooit. Dat deed ik vroeger wel vaak, maar ik weet niet waarom. Oh, hij staat een beetje hoog, maar ik had niks aan. Dus ik denk ik zit hem wat hoger, maar hij staat wel heel hoog. Dus ik heb lekker mijn pyjama aangetrokken en ik ga lekker in mijn bedje liggen vast. Ik heb net heel de tijd heerlijk filmpjes gekeken in bed. En nu ga ik lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik even hieronder. En laat natuurlijk even een duimpje achter. En dan zie ik je hopelijk morgen weer. Doei doei!